Wanneer iemand overlijdt, en dat is heel erg, misschien heb jij daar ook wel mee te maken gehad, dan zit je vaak te denken: van, Hoe zou het nou zijn? En dat ja, heb ik zelf ook vaak gedaan, dat denk jij is bij God, of zij is bij God. In de hemel leer ik aan mijn kleinkinderen: Papa is in de hemel. Er zijn ook mooie liederen over: Dat er geen tranen meer zijn. En vroeger zongen wij thuis: In de hemel is het schoon. Waar men zingt op blijde toon. Kent u het nog? Maar misschien is het ook goed om het lied van vandaag eens op je te laten inwerken. Dat gaat niet over de hemel, maar het gaat over de tijd na de hemel. Want er komt een dag dat we elkaar zullen weerzien. Er komt een dag dat de graven open gaan. Er komt een dag, de Bijbel belooft dat, dat Jezus uit de hemel terug zal komen om alle dingen nieuw te maken. Er komt een dag dat het zelfs voor de mensen die nu in de hemel zijn nog beter wordt. Want ze krijgen een nieuw lichaam. Nou, het lied dat we samen gaan zingen gaat daarover. Het gaat niet over de hemel, maar het gaat over de tijd na de hemel. Eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts. Duizend stemmen ons omringen. Ja en Amen wordt gezegd. Er komt een dag. Ik denk er meer aan dan vroeger. De hemel. Het is fijn dat de geliefden daar zijn. Maar ik vind het nog mooier uit te zien naar die dag dat we allemaal verenigd worden voor de troon van God.